Nieuw video, nieuw video. Nee, zet de camera even uit. Doe de camera even uit. Oh. Ja, dit is wat anders dan jullie van mij gewend zijn. Deze setup, ik lig gewoon lekker op de bank. Lekker chillen. Nee, maar even serieus. Het is weer een tijdje geleden dat ik een video heb geüpload. En ik zeg dit ongeveer elke video, dus ik ga er voor de rest niks over zeggen. Alleen dat jullie meer kunnen verwachten. Maar ja, het kan ook haast niet minder, maar goed. Maar wat wij vandaag gaan doen, mensen, leek me wel een leuk idee. Ik heb nog twee andere video's had ik al opgenomen, maar die vond ik niet leuk genoeg om gelijk te uploaden. Ik wilde eerst weer even een banger posten, even een banger. Niet dat je dit een banger kunt noemen, maar gaan we zien. Maar wat ik wilde doen is namelijk oude spelletjes van vroeger spelen op mijn telefoon. Want jullie zijn er vast allemaal wel eens geweest, ja. Sommige van jullie zullen nog wel een beetje jong zijn. Anderen zullen wat ouder zijn. Degenen die wat ouder zijn, die zullen mij wel begrijpen. Vroeger had je een tablet of een iPod of wat dan ook. En daar ging je gewoon spelletjes op spelen als je veel te veel tijd had. En aangezien het nu bijna 2020 is en het decennium is bijna voorbij. Nou ja, inmiddels is het decennium al voorbij, dus oeps denk ik. Maar ja, deze video is al ongeveer 1,5 maand geleden opgenomen. Maar ik was gewoon elke keer te lui om hem af te maken, dus vandaar dat hij er nu pas op staat. Ga ik even een paar spellen spelen die ik vroeger veel heb gespeeld in het afgelopen decennium. En even wat nostalgie terughalen, snap je wel? Ja, mensen. Wij zijn aangekomen bij het eerste spel, genaamd Beat the Boss 4. Ja. Nou, dit spel is dus... Nou, in ieder geval, dit spel gaat over een baas. En die moet je eigenlijk gewoon in elkaar slaan. En die kan hierheen. Nou, koop je eerste wapentje, hartstikke leuk. Dit zijn pennen. Die kan je eerst kop gooien. Nu gaat hij rennen over het scherm. Nou, hartstikke leuk. Ik weet niet wat dat betekent, maar... Au. Ja, nou is hij dood. Nou. Take pride in having the high. Nou. Hartstikke goed. In ieder geval, wij hebben 1000 muntjes. Dus we gaan even kijken naar een nieuw wapentje. Voor 1000. Even een leuke wapentje. Niet zo saai, gewoon een leuk wapentje, misschien een geweer. We kunnen zeker wel een geweer kopen. Maar wat voor geweer gaan we kopen? Of een bom? Laten we deze kopen. Dat is een maisbom. Een maisbom. Hier. Boom! Gek, kan je er maar één? Oké, nou... Dat is echt een kutwapen. We gaan lekker terug naar de potloodjes. Dikke miskoop. Ik weet niet waarom ik nog steeds 1000 munten heb. Ik heb net een ding gekocht. Een jewels. Liet hij nou een fucking scheet? Boeien. Wat is dit? Blood customization. Oh, cool. Ik ga hem zwart bloed geven. Wow, dat is cool. Trouwens, bij elk spel heb ik een bepaalde challenge voor mezelf opgesteld. Die ik dan moet halen en dan kan ik verder naar het volgende spel. Bij dit spel is het simpel, anders, want ja, hier duurt alles gewoon lang. Vermoord de baas 3 keer. Nou, we hebben hem nu al 2 keer vermoord, dus doen we hem maar 1 keer. Dat gaan we in stijl doen, want we hadden hier zo'n dikke bom gekocht. Nou, die laten we afgaan. En ondertussen vuren we een paar potloodjes op hem af. Leg hem erop. Op is oké. Oh, hij is niet dood blijkbaar. Wat is dit? Oh, nou hij is dood.
Nou, op naar het volgende spel, zou ik maar zeggen. Het volgende spel, jullie kennen het allemaal vast wel. Coindozer, ja. Bij Coindozer is eigenlijk gewoon een spel waarbij je... Wacht, ik laat het even zien. Hier moet je muntjes neerrachen, zo. Hopskee. En dan gaat het zo schuiven en dan beukt dat tegen die andere muntjes en dan valt er een. En dan heb je een coin. Ah, leuk spel toch? Hierbij is de missie om dat beertje te pakken. Wat ik altijd deed is hop, 1, 2 muntjes achter elkaar. Want anders duurt het allemaal zo lang natuurlijk. Nou, ik kan bijvoorbeeld ook dit doen. Maar dus. Dit. Oké. Nou, in ieder geval dit roze beertje. Die, als die flikkert, dan kan ik naar het volgende spel. Ja, dit spel is niet heel veel aan om naar te kijken. Dus ik dacht van, ik maak het makkelijk, zodat ik snel naar de volgende kan. Oh, we hebben al 1 muntje winst gemaakt. Beer gaat bijna. Ga maar, beertje. Ja. We zijn rijk. We zijn rijk. We zijn gewoon rijk. Oh, ik was hier altijd zo master in, hè? Hops, oké. Oké. Wat zie ik daar? Best score! Nieuw high score! Go! Let op, hè. Hops, oké. Wat zie ik daar? Ik maak het een beetje spannend, weet je wel. Af en toe moet ik gewoon even doodgaan. Niet verneuken. Fucking hell! Ja mensen, jullie horen het misschien al wel. My Singing Monsters. Ja, dit was een spel dat vonden wij vroeger de basisschool. Helemaal hartstikke leuk. Ja, ik ben er dus net achter gekomen dat deze camera maar in 1 take voor een half uur kan filmen. Dus ik heb net allemaal wat dingetjes gedaan op My Singing Monsters en zo. Dat heeft hij wel op mijn telefoon opgenomen als het goed is. Dus dat geluid, het geluid en zo zit er wel allemaal bij. Maar er zit geen facecam bij. Dus ik laat zo even kort zien wat ik daar allemaal heb gedaan. Oké, daar zijn we in het spel. Wat een lelijk eiland is dit, zeg. Monsters. Noggin. Bye. We hebben ons eerste wezentje gekocht. We hebben een fucking brievenbus, meneer. We hebben een fucking brievenbus. Daar kan je het ook in doen. Niet in de deur. We mogen hem gewoon een naam geven. Hoe gaan we hem noemen? Even een leuke naam zijn. Gargle. Gargle. Hij heet Gargle, jongens. Gargle. Een locked mammoth. Die gaan we erbij gooien. Mammoth. Speed up. Ja. Doe maar. Plaats. Hey, hier staat flip. Kan je dan ook een flip doen? Hey mammoth, doe een flip. Wauw, zag je dat? Wat een geweldig spel is dit, zeg. Enge beat, jongen. Holy shit. Ja, de missie van dit spel, voordat ik naar het volgende spel weer mag, is dat ik een liedje moet maken en dan lekker dansen op het liedje, weet je wel. Maar als ik dit zo hoor, moet wel lukken, man. Structures, small bakery. Bake some cookies. Nou, maak maar cookies. Doe allemaal maar. Lekker zeg. Koekjes. Hier, steen. Ik weet niet hoe een steen koekjes kan eten, maar... Gargle is level up. Gargle is level 2. En waarom heeft die andere geen eten, man? Dat is toch zielig? Hey, we hebben een nieuw beest erbij. Toe jammer. Koop hem. Connection issues. Gast, hoezo?